Dag moestuinvrienden, welkom op een nieuwe aflevering van Tom's Moestuin. En vandaag gaan we iets doen om een klein beetje het leed van mijn serre die hier verdwenen is. Daar zie je nog het loopcircuit waar mijn serre stond. Die is weg en vandaag ga ik een serie van terrasbakken gaan plaatsen zodanig dat ik toch nog iets zie groeien in mijn tuin. Zo, hier stond mijn tunnelserre. Die staat nu in mijn grote moestuin. In de vorige aflevering van Tom's Moestuin kun je dat zien. De aardappelzakken groeien ook weelderig, hoewel de planten in potten een klein beetje hun oortjes laten hangen. Ik weet niet of dit een succes zal worden. Maar de plantzakken, daar hebben ze iets meer ruimte, die staan heel mooi. Maar daar gaat het deze aflevering niet over. Het gaat over de kweeksystemen, de terraskweeksystemen van Greenhouse Sensations, die nu ook verkrijgbaar zijn op moestuinweetjes.com. Voor mensen met een terras is het een echt ingenieus systeem. Dit is de grond die klaar ligt. Dit zijn opgeloste kokosblokken. Dit is kokosgrond. Heeft een prachtige structuur. Krimpt niet. Droogt veel minder snel uit dan de bekende potgrondzakken. Iedereen kent wel het gevoel dat je water geeft aan je potten en dat meer dan de helft. Ernaast gaat liggen de poes. Is ook van de partij. Suzy. Pst. Trekt zich niks aan van mij, zoals gewoonlijk. En hier hebben we de kweeksystemen. Het zijn een viertal systemen. De chili grow is nog onderweg. Maar dit hier is een quad grow. Dit zijn vier potten van 11 liter. Daarin kun je makkelijk pottomaten kweken. Dit zijn vier pottomaten. Dit is de Heartbreaker, de Minusculo, de Maya en de Tiny Tim. Je kreeg er ook voeding bij, twee soorten, die moet je mengen. Maar het ingenieuze systeem, en nu zal ik een beetje assistentie vragen van mevrouw Stefanie, is dat er een onderstel is. En dat zie je uiteraard hier. Dat hebben we daarnet ook gemonteerd. Dat is het enige dat je zelf moet monteren. Daar kun je water in doen, daar past 30 liter water in. En dan kun je deze voedingsmat, feedermat, wiek wordt het ook genoemd. Misschien omgekeerd. Ja. Dus met de dikke kant naar beneden, maar dat gaan we straks allemaal nog tonen. En het zuigt het water op tot waar het nodig is eigenlijk aan de voet van je planten. Je kan er dus ook de voeding bij doen. Die 30 liter zal een reisje van 2 weken vlot overleven. En mocht het dan nog niet overleven, dan heb je ook nog de Holiday Watering Kit. Dit is een extra reservoir dat je kan aansluiten met een vlotter. Die moet iets hoger staan dan. Maar dat leg ik ook later wel nog uit. Dus dat was de quad grow. Daar ga ik 4 pottomaten in kweken. Dit is de duo grow. Dit zijn ook 12 liter potten. Die komen in het groen. Groen is ook een betere kleur om niet zo snel uit te drogen. Ook hier weer kun je water geven in het reservoir van 25 liter. En daar kom je al een heel eind mee. Ook de voeding zit erbij. En hier ga ik een snackpaprika inkweken, oranje snackpaprika, en een indeterminaat tomatenras, dus die komt een meter hoog, de Uovo Roseo, en eigenlijk kan ik het uitspreken, want vorig jaar moest ik iedere keer zoeken, die stond op het einde van mijn tunnelserre. Dit is de quad grow root veg, dus dat is voor wortelgewassen, daar kun je preien, wortelen, die heeft een heel groot reservoir onderaan. En iedere pot hier heeft 2 wieken. Je ziet dat er 2 gaten onderaan de pot zitten. Zo, daar ga je 2 wieken in bevestigen. En daar kun je dan heerlijke aardappelen in kweken. Ik heb hier nog wat agrias staan en die gaan we daarin gaan opkweken. Als laatste, als voorlaatste eigenlijk, maar de chili grow is nog onderweg met de post. Die kan ieder moment aankomen. Peter van Moestuinweetjes heeft die gisteren opgestuurd en ik kreeg al een bevestiging dat er vandaag geleverd wordt. Het is ook een onderbak met een tussentray. En dan heb je, hier kunnen de wieken door. Dat is ook bij alle systemen zo. En dan hier plaats je 4 wieken. De bedoeling is dat je hier pluksla inkweekt of andere. Je kunt ook van die kleine worteltjes kweken. Parijse markt bijvoorbeeld. Je kunt er ook bietjes in kweken. Alles, maar dit gaan we eigenlijk volledig de bak vullen. En die wordt ook van water voorzien door de 4 wieken. Een super systeem voor iemand die op een balkon of op een terras toch wil kweken. Dit wordt hier allemaal gras. En dat zien groeien is niet zo boeiend. Dus
gaan we voor deze vier systemen, er komt nog één systeempje bij, maar het werkt eigenlijk allemaal op hetzelfde principe. De Chili Grow heeft, heeft drie potten en ik weet niet van buiten hoeveel liter, maar die zijn iets langwerpiger. Deze zijn dik. Hier kan 18 liter in. Dat is ideaal al om twee pot aardappelen in te bevestigen. Zo, en nu gaan we de potten vullen en ga ik eens tonen hoe je best te werk gaat. Zo, moesten vrienden, we gaan de wieken in de potten plaatsen. Mijn vrouw zal mij assisteren. De liefde moet van beide kanten komen als mijn serre weg moet. Dat kan mijn vrouw rust een beetje helpen in de tuin. Je schuift de wiek tot aan het randje. Niet tot aan de rand van de pot, maar tot aan het randje. Zo. En dan stop je de wiek in het onderstel en die kan straks water en voeding opslorpen voor je quadgrow. Zo, we gaan de overige vier potten nog doen. En we gaan eigenlijk hetzelfde principe gaan toepassen op de andere. Hier zit ook telkens een wiek in. Hier zitten 8 wieken in. Het betreft hier grotere potten. En hier zitten ook 4 wieken in. Zo, moestuin vrienden. We gaan niet wachten op de buurman, die is zijn gras aan het afrijden. We hebben al eentje gedaan. Mijn vrouw zal tonen hoe je de aarde bevestigt. Je neemt de wiek centraal vast en je gooit van je mengsel rondom de plant. Af en toe mag je de aarde aandrukken. Zo. Op een bepaald moment, als je ongeveer de hoogte van je potje van de rand bent, en dat zal ongeveer nu zijn, mag je je plantpotje naast de wiek zetten. Zo, je ziet dat de rand van het potje maar nog ietsje dieper geduwd wordt. Ongeveer aan de rand zit waar de aarde gaat komen. En we gaan verder met opvullen met aarde. Super, we gaan straks nog een klein beetje aarde bij doen. Het potje mag verwijderd worden. Zo, en dan zie je waar de wortels van de plant gaan terechtkomen. Zie zo. De uitsparing is er. We gaan de worteltjes niet losmaken, die vinden hun weg wel. En zo hebben we nu 2 pottomaten opgeplant in de quadgrow. En hopelijk hebben we daar een heel mooi resultaat van. We gaan verder met nog andere, met de andere potten te vullen. Ook de Duo Grow. Ook gaan we het doen voor de Quad Grow Root Veg. Ik ga beginnen met een laagje van 15 centimeter. Dus de wieken zullen nog niet volledig bedolven zijn. Maar het ogenblik dat de aardappelen dan ongeveer aan de rand hier komen, gaan we ophogen. Maar dat is voor een volgende video. Deze gaan we ook volledig vullen met aarde. En daar gaan we dan aan rechtstreeks in gaan zaaien. De Chili Grow, die hier iets verder staat, die ga ik ook nog uitpakken. En het eindresultaat zal ik dan nog in een overzichtje gaan filmen. Tot straks.
zo, moestuinvrienden. En met de terrasbakken op de achtergrond neem ik afscheid van jullie. Ik heb nog water gegeven aan de potten. De eerste keer moet je eigenlijk de potten een klein beetje verzadigen. Je moet ze niet overdreven veel water geven, maar is goed dat, dat de aarde goed aansluit met de wiek. En vanaf volgende week ga ik beginnen water doen in de bakken onderaan. Ik denk dat ze een drietal weken zonder voeding kunnen, omdat er in de potgrond nu ook voeding zit. En vanaf binnen 2, 3, 4 weken, ik zal een beetje kijken wat mijn planten doen, ga ik beginnen water geven. Hopelijk hadden jullie iets aan deze video. Al deze kweeksystemen kun je kopen op moestuinweetjes.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!